deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk je op die abonneerbutton, dan blijf je van alles op de hoogte. Ook als we live zijn. Want jullie hebben gemerkt, de laatste tijd zijn we vaker live geweest. En dat is hartstikke leuk om te doen. En ook, dank jullie wel voor die leuke, lieve reacties wat jullie hebben gegeven. Een dikke shout-out voor diegene wat gekeken heeft. Dus ik sta in de keuken. En wat doe ik normaal in de keuken? Hey, de lunch. Maar die is er niet. Want het is namelijk zo, ik heb vandaag een dagje vrij van het werk. Ja goed, ik ben deze dag ben ik flink bezig geweest. Want de was staat aan. Het is dan net strakjes klaar zijn voor ik Daan van school ga halen. Want die heeft vanmiddag studiemiddag. Die heeft vandaag paasontbijt op school. Dus we horen straks hoe of wat. En dan neem ik jullie vandaag gezellig mee. En geniet in ieder geval ervan. En we gaan er iets moois van maken vandaag. Dat doen we iedere dag. En dat is ook zo. Dus ik heb hier vandaag heerlijk gepoetst. Dus alles is weer mooi schoon. En ik ga even alles hier op de plaats zetten. En dan is het wel weer heerlijk. Of dan is het alweer klaar. Dus ja goed. En dat kan je doen als je op een vrije dag bent. En je weet dat je zoon of dochter een studiemiddag of een studiedag hebt. Dan kan je dit allemaal doen. Ja, met een studiedag is er wel wat anders. Maar met een studiemiddag, dan kan je iets meer doen als tot de kinderen erbij zijn. Dus, maar het is ook fijn dat ze er zijn. Echt, dat is ook gewoon één pluspunt gewoon. En ja goed, dat is gewoon fantastisch. Dus ik ga de boel even op zijn plaats zetten. En dat soort dingen allemaal. En dan neem ik jullie mee. Ik heb weer alles op zijn plaats gezet. De kat die zit daar heerlijk op de, ligt heerlijk op de bank. Oh, ik had een lege batterij. Kijk maar. Die batterijen sparen we op. Tot, we hebben zo'n boterhammenzakje. Kijk maar. En dan doen we dat gewoon in. En als de zak vol is, dan leveren we dat netjes in. En kijk eens. Heerlijk. Lekker de was gedraaid. En dat is ook wel weer fijn, weet je. En kijk eens, de was is bijna weg. Maar dit is dan het voordeel. Dit is de laatste machine wat tot nu toe is. Ik weet niet wat er nog van was komt. Maar het voordeel is, als je door de week wast, iedere dag een machine, dan heb je op einde van de rit, dus einde van de week met poetsen, zullen we het daarop houden, dan heb je minder was als normaal. Want als je het laat liggen en vooral met natte handdoeken zo op de grond en zo, dan komt er ook nog spicht in en dat is niet zo heel erg fijn. En daarom doen wij ook regelmatig wassen, dus en dat is ook wel fijn. Ik ga hier even opruimen en daar even de spullen allemaal vandaan even klaarzetten en dan gaan we dat even doen en dan hebben we dat in ieder geval gehad. En dan kunnen we andere dingetjes doen. Dus, even aan de slag. En dan kunnen we dadelijk wel leuke dingen doen. Vanmiddag. En ik ben weer wat verder. Kijk eens, het hele bed is opgemaakt. Hier heb ik alles heb ik mooi opgeruimd. En een mooie club, hè. Mooie voetbalclub. Barcelona. Huh? FC Barcelona. Ja, goed. En ik was van plan om nou heerlijk lekker te gaan douchen. En dan omkleden en dan kom ik daarna bij jullie terug. Dus in 3, 2, 1. Tadaa! Ik ben helemaal heerlijk gedoucht en aangekleed. Dus het is helemaal klaar. Ik ben er weer klaar voor, helemaal. Dus en dan kan ik straks ook Daan halen. Die moet nog een half uur, maar dat ga ik denk ik niet redden. Of misschien net even neerzetten en dan. Maar goed, dat zien we dan wel weer. En ja goed, ik ga even lunch maken. Want wat gaan we eten? We hebben een broodjes over. Maar ik heb nog in de vriezer nog ander brood. Dat gaan we eerst even pakken. En dan kunnen we daar heerlijk van eten. Kijk, ik heb een brood. En dan was dat tijgenbrood was nog over. Dus dat gaan we even heerlijk maken. En wat gaan we eten? Een heerlijke tosti. Lekkere dingetjes erop. Jawel,
Jawel. Het is te bijna tijd om Daan te halen van school. Ja, la 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 la. Ja, ik laat gewoon alles openstaan hoor. Echt. Ik kan het ook een keer goed luchten. Hola, kassiet met een keer Lola. Oké, dan hadden we nog mayonaise op. Oh, is het kleine lepel. En dan maken we de pot gewoon op. Hopla, hebben we lekkere saus erbij. Heerlijk. En dan kan ik die morgen, kan ik die ook wegbrengen. Yes. Ik hoop dat jullie ook van tosti's houden, hè? Ik in ieder geval wel. Zoals jullie weten. We hebben altijd heel veel nog achter, hè? Echt. Nou, dat is dan wel genoeg. Op de vaat. Hopla. Zo. En dan gaan we even wachten. Even kijken of de tosti klaar is. Oh ja, oh la la. Oh la la. Nou, dan maken we die nog. En dan gaan we heerlijk lekker lunchen. Yes, dus dat gaan we doen. Even kijken of de tweede ook klaar is. Oh ja, zeker. Ja. Nou, laat dat maar even lekker afkoelen. En dan, ja, kunnen we heerlijk lekker lunchen. Ik hoop dat je eten ook smaakt, dus smakelijk eten wanneer je ook kijkt. Maakt niet uit als het maar heerlijk gesmaakt heeft. Ik heb de lunch heb ik op, heb ik allemaal mooi netjes opgeruimd. Ik heb de jas aan gedaan en ik zie dat het tijd is om Daan van school te halen. Dus dat gaan we eerst even doen. En dan zie je hem vanzelf en dan komt alles weer dik in orde. Dus op naar school. Ik ben weer thuis met Daan. Daan probeert in de kast te kruipen. Ik ga even zijn spullen... uitpakken en dat soort dingen allemaal. En dan hebben we dat in ieder geval alweer gehad. En hij gaat met de drone. Yes. Ik heb de boel heb ik uitgemest. Ik moet de was moet ik nog ophangen en dat soort dingen allemaal. En dan kunnen Daan even lekker chillen en dat soort dingen. Dus je hebt het heel leuk gehad vanmorgen. Ik denk het wel. Want hij was enthousiast aan het vertellen onderweg hier naartoe. En dat is wel hartstikke mooi. Dus ik ga de was ophangen, schoenen uitdoen, even krokjes aan en dan krokjes, ja. Jullie horen het goed, ja. En dan gaan we vanmiddag nog iets leuks doen. Wat het is, dat zien jullie wel vanzelf en dan komt alles weer dik in orde. Jippie! Wij zijn weer even wat verder en zoals je ziet heb ik die jas aan. Want ik ga met Daan even erop uit. En dan neem ik jullie daar gezellig mee. Dus ja, ik laat jullie een beetje verrassen waar we naartoe gaan. En geniet er in ieder geval van. Wij zijn bij de IKEA in Heerlen. Nou heb ik Daan bij me. Dus we gaan even een kleine challenge doen. Kijken hoe vlug wij de winkel uitkomen. Dus wij gaan op naar binnen. En ook een paar dingetjes testen. En dan neem ik jullie daarin mee. Ja, kijk hoe lang we erover doen, hè Daan? Ja. Ja, dus we gaan naar boven. Kijk, en dan zijn we hier. Ga eens even testen, hè. Kijk, mooie stoel. Kijk, en dan kan ik zo mooi editen, hè. Zo mooi, hè. Kijk, mijn nieuwe woonkamer. Hoe zit de stoel? Lekker. Oh, dit is een bureaustoel. Kijk, en we hebben een mooi uitzicht, hè, naar de buren toe. Ik heb het gehad, ik ga erbij zitten. Kijk. Oh. Heerlijk. Lekker. Welkom thuis. Dadelijk hebben ze zo'n challenge gemaakt van we blijven de hele dag in de IKEA. Ja, wie weet. Want ze zijn toch bedden. Ja, we zijn bedden genoeg. Het is ook leuk om hier een beetje rond te wandelen. Ja, kijk, daar naar je kamer. Ga je even huiswerk maken aan je bureau.
In je kamer. Kijk, zo'n nieuwe kamer is hier. Ja. Heb je toetsen allemaal klaar? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, en wat zullen we van eten vandaag gaan maken? Het is een mooie keuken. Kijk, mooi hè? Oh, we eten maar. Nom, nom, nom. Eeuw. Mooie keuken, hè? Kun je die aanzetten? Nee. Zo. Ja, probeer het. Hoe zet je hem aan? Hij doet het niet. Even een lekker kopje koffie zetten. Het is ook niet. Nee, niks doet het hier. Nou, we hebben het gezien. Dus, en het werk gaan we erop zetten. We kunnen lekker televisie. Welkom in de woonkamer. Hè? Kijk eens wat mooi. Dit is toch ook wat? Hè? Echte game hoek. Hè? Dat is wel mooi. Kijk hier. Chic. Wat ben je aan het doen? De tijd moet aan. High five. Wacht even. Duimpje omhoog. Kijk, mijn nieuwe werkkamer. Ja, had je ze stiekem meegenomen? Nou, ik zit op mijn plaats met het mooie uitzicht naar buiten. Chique, hè? Okay. Mooi. Oké, okay, let op. Daan heeft een voorkeur van eten. Hè? Alles uitproberen. Oh, je moet even tanden poetsen. En ieder potje past een dekseltje. Een stukje kaas. Yum. We eten vandaag bloemkool. Lekker stukje kaas. Kennen jullie dit? Het is wel een mooie keuken, moet ik zeggen. Echt zo'n ouderwetse keuken. Hè? Een mooi uitzicht. Hè? Ik heb even het gordijn omlaag gedaan. Wel trust gedaan. Slaap wel. Ik Daan probeer op bed te klimmen. Daan, je kamer opruimen. Nee. Nee, zegt hij. Een leuke kamer. Allemaal mooie sieraden. Kijk. Mooi. En wat was je aan het doen? Aan het editen. Kijk. Wat is dit dan? Chique, hè? Ik ga je even liggen. Maak je me straks wakker? Walter Maai is naar de kassa. Nou, welterusten. Walter Maai is naar de kassa. Nou, en ik sta in mijn nieuwe washok. Zoals je ziet, kijk. Ik heb net de was gedraaid. Oh nee, er zit nog was in. Ja. Mooi hè? Helemaal verbouwd. Zie je dat? Mooi. Nou, kom. Dit is toch mooi hè? Kijk. Even in de tent. Een mooie kamer. In je tent. Kijk. Mooi hè? Nou, welterusten. Ik zie je morgen. Hallo. Dag Daan, tot morgen vroeg, ik kom je dan wel halen. Kijk of ik erin pas. Oh, ik kom er niet in. Maar ja, ik zit. Mooi hè. Oh, nou eruit komen. Hopla. Leuk zitje. Kijk mijn voeten. Welterusten. En hier is het restaurant. Dat is hier, kijk maar. En wij gaan de trap af naar beneden. Leuk. Toek, 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 toek. Heb je een kleerhaak nodig? Die zijn er genoeg. Nou, ga je nou voor je hartstikke slaan. Toek, toek, toek. Mag niet, mag niet. Hij gaat al liggen. Ik heb hem KO geslagen.
Oh jezus. Kom, recht maar. Nou, als je de pan zoekt, zoek hem goed. En als je de deksel kwijt bent, zoek hem ook. Nou, als je me zoekt, ik ben achter het gordijn, hè. Dag dame. Waar is die nou, hè? Waar is die nou? Koekoek. Kijk, hè. Daar gaan we zo door de winkel lopen. Zoek het licht. Kijk, er staat een spotlight. Yeah. Mooi, hè. Wie zoekt zal vinden. Wat een mat allemaal, hè. Dat is toch prachtig allemaal. Hè? Van de ene naar de andere mat. Kom je erin. Kijk eens. Nou, dat is alsof het een stier is geweest. We gaan weer even de was doen. Is de douche? Shower. Oh, lekker. Ja, even een gordijntje toe, hè. Anders kunnen ze het zien, hè. Ja. Ik moet toch even naar de wc. Zo, ben ik het kwijt. Douche wel, hè. Ik hoop niet dat de spiegel knapt. Kijk, dit zijn van die heerlijke poetsdoekjes. Zoek de theelichtjes. Ze hebben hier van die heerlijke geurkaarten. Dus dan ruik ik die ook heerlijk fris. Kijk, een mooi portret. Ja, wat Daan zegt. Een mooie momentenlijst, hè. Portret. Kijk, het is de voorraad. Nou. Dus. Ik tanden poetsen. Oh, ja. Kijk. Let op. Mooi, hè? Prachtig. Het lijkt zo eng. Ja. Dat je hier in het donker zit alleen. Oh nee, dat zou fantastisch zijn. Let op, hè? Ja! Verloren, helaas. Wel leuk. Leuke challenge. Maar de challenge is nog niet afgelopen. We zijn nog in IKEA. En we zien ons zelf. Yay! En waar zijn we nou terechtgekomen? Ja, top hè. Kijk, en dan heb je hier nog zo'n tweedehands hoekje. Dat is wel leuk. Kijk, en zo ziet het eruit. Mooi, hè? En je kan je ook zelf scannen. En wat gaat Daan doen? Nou, hij wil hem erin schieten. Maar het lukt niet op een of andere manier. Dat is, hè? Als je een zoon bij je hebt, die dat leuk vindt, hè? Kijk. Ik zie hem niet. Daar is hij. Hij schiet er iedere keer overheen. Ja, had hem erin geschoten. Nou, we gaan naar de uitgang. Naar het Schiphol hier. Kijk, hier is een winkeltje. Zie je? Mooi, hè? En wat hebben ze ook? Zonnepanelen. Want het zijn echte Zweedse producten. Kom. Ja. Kom, we gaan deze kant op. En daar is de uitgang. Kijk, de lente is al dichtbij. Kijk. Typisch Mike. Dat is typisch Daan, hè? Ja. Wij staan bij de scooter. En hoe lang hebben we erover gedaan? Van door drie IKEA. Kwartiertje uurtje. Drie kwartier tot een uur hebben we door IKEA gehuppeld. En dat was wel leuk, hè? En Daan? Dan probeert te ontsnappen. Naar binnen. Ja, was wel leuk, hè? Ja, wij gaan, we staan bij de scooter, dus we gaan op naar huis. Weer thuis. En Daan gaat gelijk aan de drone. Wojo! Wojo! De 60 door! Oh, 360 had hij gedraaid. Kijk, en daar gaat hij, hè? Oh. Daar gaat hij. Auw, auw. Ja, kijk even, daar gaat hij weer. Blaffen.
Oh nee! Blijf oefenen, hè? Nu komt hij weer. Ik heb hem niet meer omhoog. Goed zo. Terwijl Daan er nog mee aan het spelen is. Ja, dus reset zich als het kan. Wow, zagen jullie dat? Dan gaan we nog even chillen. Linda komt ook zo thuis. We gaan de hele tijd even vuilen. Ik ga eten maken. Want wij gaan heerlijke spaghetti opwarmen. En Linda eet macaron maaltijd. Dus ik ga sowieso dit aandoen. Ja, en dan nemen we jullie gezellig mee. Top. Dan kunnen we dit heerlijk opwarmen. Wacht, dat even open knippen. Zo. Ja. Zo. Is de RF van Daan niet gesponsord? Ik doe meestal altijd het water uit, want het ligt de hele dag en dan kan het straks weer gevuld worden. En ik moet de magnetron nog aanzetten. Even kijken. 6 minuutjes. En dan kunnen we dadelijk zo gaan eten. Van de week zijn we weer live geweest. Het was hartstikke leuk om het te doen. Live is live. En als we in de live zijn en je wilt een reactie, of je wilt, of je zou dan graag dat wij op jullie YouTube kanaal abonneren, schrijf dan een reactie. Dan kan ik dan een terugreactie geven en dan wil ik jullie abonneren. Doe dat vooral even. En geef het ons YouTube kanaal alsjeblieft door. Want dan zou het heel erg leuk zijn als ze de 10k gaan halen. Want ik had mijn snor eraf. Dan ga ik de magnetron aanzetten. Ja, ik heb jullie even de kabel gehangen. Yes, 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 yes. Zo. Dan kunnen we dadelijk heerlijk lekker gaan eten. Zo, even goed zetten. Yes. En kijk de video's, kijk ze vooral. Hoe meer er gekeken wordt, dat ze meer kunnen echt voor jullie gaan betekenen hoor. Echt, dat meen ik. Abonneer en like, like, like. Vooral veel liken en abonneren. Dat zou fantastisch zijn. Zo. Dan ga ik heerlijk aan tafel. Ah, toen was het klaar. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden van IKEA. Dat was hartstikke leuk. Het was een leuke challenge. Dus ja goed, we zijn
drie kwartier, wat normaal, als je daar heen gaat, dan loop je echt uren, echt, dat meen ik. Want je gaat echt naar ieder dingetje, ben je dan nieuwsgierig en dan ga je dan kijken. Laat me even weten in de reacties in de comments of jullie ook een IKEA hadden. Want dat was hartstikke leuk. Dus ik ga nog even verder en dan kom ik daarna bij jullie terug. En dankjewel voor de hele leuke, lieve, positieve reacties. En shout-out voor de mensen die dat altijd doen. Het eten is klaar, ook van Linda. Dus ik ga het op tafel zetten. En het eten staat op tafel. Dus we gaan heerlijk lekker eten van onze heerlijke maaltijd. Toedeloe. Wij hebben lekker gegeten, dus ik ga de boel ga ik opruimen. En de aardig en dat soort dingen allemaal. Dat gaan we eerst even doen. En dan kunnen we in ieder geval weer verder. Dus like deze video en abonneer. Wij zijn weer even wat verder. En zoals je ziet zijn de rolletjes zijn ook al dicht. We hebben alles opgeruimd, alles schoongemaakt. Ik heb het, de aanrecht schoongemaakt. Ik heb het ontbijt vanmorgen vroeg al klaargezet. Want ja goed, wij gaan de jas aandoen en dan gaan wij naar de auto. Wij zitten in de auto en Daan is er helemaal klaar voor. Op naar die kant, waarheen, dat zien jullie dadelijk. Ja, jullie weten het wel. Het voetbalveld, oh heerlijk in het zonnetje. Ah. Dus vandaag geeft hij een inhaalwedstrijd. En dan neem ik jullie gezellig mee. Dus we zijn op tijd. Hij moet zich altijd een half uur van tevoren moet hij zich melden. En dan kunnen ze rustig omkleden. Even wat doorgeven en dat soort dingen allemaal. Dus kijk. Dan komt die andere. Die komt ook al Daan halen. Dus we gaan die kant op. En dan zie je ons dadelijk. En waarschijnlijk moeten ze hier gaan spelen. Dus ze gaan zich opwarmen. En dan gaat de wedstrijd zo beginnen. Yes. De tegenstander is er ook helemaal klaar voor. We gaan heerlijk genieten. Ze hebben even de warming-up gehad. Dus ze gaan zo dadelijk beginnen. Het gaat beginnen. En de zon gaat onder. Goed, eroverheen. Ah, 1-0 voor die andere.
Daan komt er ook in. Goed, de keeper. Even een rustmomentje. En ze gaan weer verder. Hey, het licht gaat aan. Penal. Dan wordt gewisseld. En dan gaan ze weer. Ah, 3-0. En het is rust. Op naar de tweede helft.
De tweede helft is begonnen. En daarachter is keeperstraining. Dan is er weer in. Mooi keeper. Even een rustmoment. Dan zijn we begonnen. Sorry voor de wazige beelden. Ik ben de tel kwijt. Thank you.
Jammer, Daan is er even uit. Ja. Ja, het is gelijk afgelopen. Ja. Nou, je ziet ons dadelijk. We zitten heerlijk in de auto, ondanks dat ze verloren hebben. Met 5-1 geloof ik gedaan. 5-1. Ja, jammer. Dus waarschijnlijk gaat de groep degraderen dit seizoen. Maar goed, we gaan het zien. Nee? Oh, ja, we gaan het zien de komende tijd. Wij gaan hier naar huis toe en dan gaan we daar langzaam de vlog afsluiten. Dus, peace en tot thuis. Wij zijn weer thuis. Ondanks dat ze verloren hebben, was het toch een heel leuk potje. Linda Stavati uit de laaien. Ik ga bij deze vlog ga ik afsluiten, want volgens mij is die iets langer dan normaal. Maar goed, dat kan altijd gebeuren. En ja goed, dan wens ik in ieder geval iedereen een heel veel goeds toe. Dus in ieder geval, blijf abonneren, druk op dat belletje, blijf liken deze video. Doe dat vooral en geef het alsjeblieft door. Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel een like. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval, toi 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 en tot morgen en ik moet doen. Yes. Like deze video. Doei. Dag Linda. Doei. Doei. Ja, tot morgen.